Premieplan. Premieplan verdubbelt wat je aan geld inzamelt, met een maximum van 2000 euro. Je hebt een goed idee waar je ouderen, en vooral de ouderen die zelf niet meer zo goed kunnen organiseren, blij mee maakt. Een mooi accordeon optreden, een vrolijke rolstoel met barbecue, een spelletjesmiddag of een trip naar het dolfinarium of avifauna. Iedereen die je erover spreekt is enthousiast. Een paar mensen willen je ook graag helpen. Dus ga je eerst eens kijken hoeveel dat nou moet kosten. En dat is even slikker. Je conclusie is: we moeten eerst geld inzamelen. Een oplettend iemand in je team weet dat je niet alles hoeft op te halen, want er is ook zoiets als premieplan. Premieplan verdubbelt wat je aan geld inzamelt, met een maximum van 2000 euro. Maar wat is dan een goede geldinzamelactie? Nou, bijvoorbeeld een garage-sale of de verkoop van planten of zelfgemaakte stroopwafels. Of je organiseert een lezing waarvoor mensen graag entree betalen of een sponsorloop van kinderen en kleinkinderen. Je kunt het zo leuk maken als je zelf wil. Als je je doel maar bij veel mensen onder de aandacht brengt. Dat is goed voor het geld inzamelen, het welzijn van ouderen, maar ook voor je eigen bekendheid. Zowel het doel als de geldinzamelactie heb je kort omschreven en van beide heb je een kleine begroting gemaakt. Tijd om naar de website premieplan.com te gaan en het aanvraagformulier in te vullen. Al snel krijg je bericht dat je aanvraag goedgekeurd is en je gaat aan de slag. Mooi, je geldinzamelactie was een succes. Heel veel mensen hebben een duit in het zakje gedaan en het goede doel is gaan rondzingen. Nu vul je het uitbetalingsformulier in, zodat Premieplan het ingezamelde geld verdubbelt en je je actie voor ouderen met dubbele kracht kunt uitvoeren. Je actie was een succes. De ouderen waren erg blij. Tuurlijk blaas je eerst even uit na al die drukte. Maar Premieplan weet nog van niets. Daarom maak je een kort verslag met de bonnetjes erbij. En omdat je anderen wil inspireren, mail je ons een paar foto's van het doel en de geldinzamelactie. of zet je een filmpje online. Op de website premieplan.com kun je rustig alles nog eens nalezen. er wat voorbeelden bij pakken. of de verhalen van anderen lezen. Wij zijn benieuwd naar jouw goede doel.